Ja, het is niet de eerste keer, maar toch voelt het wel opnieuw als de eerste keer. Het is, ja, ik weet het, een mooi gevoel. Vliegt de wedstrijd zoals je hem voor ogen had? Deels wel en deels niet. Ik wil eigenlijk vanaf de eerste ronde al alleen zitten, maar Hugo, die was goed, zeg maar. En die dichtte elke keer het gaatje. En dan, toen hij erbij kwam, dacht ik eigenlijk ja, dat hij gewoon zou winnen, want ik was een beetje uit mijn krachten, maar ja, het lukte toch weer. Nee. Hoe vond je het parcours? Het was NK waardig, vind ik. Het was echt zwaar. En niet veel technisch, maar omdat het een beetje glad was, was het toch nog wel technisch genoeg. En waar heb je dan uiteindelijk in jouw ogen het verschil kunnen maken? Ook op een van de technische stukjes. Daar was ik een beetje beter dan hem en daar maakte hij steeds een foutje en dan kon ik weer van de weg rijden. Hoogtepunt van het seizoen? Ja, ja, dat zeker. Dus voor ons als nieuwelingen, het nationaal kampioenschap, het hoogst haalbare, dus dit is wel het hoogtepunt.